krijgt een sensor om meer inzicht te krijgen in het bloedglucoseverloop. Over het algemeen zetten wij de sensor bij u. Het kan voorkomen dat u de sensor zelf zet. Dan heeft u het volgende nodig. De zender, de volledig opgeladen ontvanger, de sensorapplicator, gaasjes en een container om afval weg te gooien. De sensorapplicator is een hulpmiddel om de sensor in te brengen onder de huid. Uw zender-ID staat achterop de zender. Voordat u begint, wast u eerst uw handen. Kies een plek voor uw sensor en maak deze schoon. Er moet minimaal 8 centimeter zitten tussen de sensor en de infusieset of de injectieplaats van uw insuline. U verwijdert nu de twee helften van de beschermlaag op de onderkant van de sensor. Plaats de sensor verticaal op de injectieplaats en druk de plakrand nog even goed aan. Dus goed aandrukken. Dan ga ik de veiligheidspal eruit halen. Als ik deze witte knop indruk, wordt ook de sensor geplaatst. Okay. En dan haal ik hem met dit apparaatje. Haal ik hem u drukt de sensor aan en hoort twee klikken. U plaatst de zender met de vlakke kant omlaag en de dunne kant weg van de zendersluiting. Ja. En daarna mag dit eruit, dat is dan overbodig. En zo bleef de sensor zitten. Houdt u de zender voor optimale communicatie niet verder dan 6 meter van de ontvanger. Nou, wat we nu nodig hebben is de ontvanger. Ja. Als je op het middelste knopje drukt, krijg je de eerste keer grafiek. Ja. Daar komt straks jouw bloedsuikerwaarde te staan. Druk ik nog een keertje, dan kom je in de hoofdmenu. Ja. Nou, ik heb net een nieuwe sensor gehad, dus ik moet nu naar sensor starten. Ja. Nou, als die blauw is, is die goed. Mm-hmm. Ik druk op het middelste knopje om te bevestigen. En is die gestart. Okay. Start de sensorsessie en controleer na 10 minuten of de ontvanger en zender goed met elkaar communiceren. Na 2 uur meet u 2 keer kort achter elkaar met een vingerprik een bloedglucosewaarde. En voert u deze in. Pas dan ziet u de eerste sensormeting. Daarna kalibreert u het apparaat door 2 bloedglucosemetingen op de ontvanger in te voeren. Meet uw bloedglucosespiegel met uw meter. Druk op de knop selecteren. En daarna omlaag om de bloedglucose in te voeren. En druk weer op selecteren. Het is belangrijk het apparaat te kalibreren. Ons advies is om dat 3 tot 4 keer per dag op stabiele momenten te doen. Bespreek dit met uw diabetesverpleegkundige. Zij legt u dit graag uit.